Anna, Chris en Patty werken ieder op hun eigen manier. Anna werkt op een analytische manier en gaat grondig te werk. Chris is heel creatief en ziet al zijn ideeën al voor zich. Patty is vooral praktisch ingesteld en komt handig tot een tastbaar resultaat. Door samen te werken benutten ze elkaars krachten. Ieders bijdrage komt zo tot zijn recht. Chris heeft heel veel ideeën. Hij bedenkt steeds iets nieuws. Anna maakt een overzichtelijk lijstje met onderdelen. Patty luistert goed en vat alles samen. Ze maakt hiervan een haalbaar plan. De denkvoorkeuren van Anna, Chris en Patty vullen elkaar aan. Ook jij hebt al deze denkvaardigheden in je, maar mogelijk niet allemaal even sterk. Je kunt ze alle drie verder ontwikkelen. Wanneer je ontdekt wat je sterke en minder sterke denkvaardigheden zijn, kun je deze bewust afstemmen op wat nodig is. Zo leer je om succesvol te zijn op een manier die bij jou past en blijf je jezelf ontwikkelen.